Goedemiddag. Goedemiddag. Chris van der Gaag. En u maakt? Wij maken roestvervalen, handgebouwde racefietsen. En doen jullie dat helemaal in eigen beheer? Dat doen we helemaal in eigen beheer. Ja. Buizen en zo, die maken buizen zelf? Nee, jullie maken? Buizen laten wij maken in Amerika. Een speciaal soort roestvervaal is dat. Ja. Door zijn samenstelling en door een aantal warmtebehandelingen over hele unieke eigenschappen beschikt. Onder andere een hele hoge treksterkte. Die buizen kopen wij in Amerika. En vervolgens wordt in Nederland dus de fiets helemaal van de grond af aan gebouwd en geassembleerd. En hoeveel modellen hebben jullie beschikbaar? We hebben op dit moment één model, een racemodel. In de toekomst zal het verder uitgebouwd gaan worden. Onder andere ook naar mountainbike frames. En verder nog, ik zie hier nog allemaal mooie wielsets hangen. Ja, wij zijn ook nog de Benelux importeur en distributeur voor Rolf Prima. Dat is ook een Amerikaanse fabrikant van wielsets. Die heel sterk op de Amerikaanse markt is gericht. En nu toch ook weer in Europa verder wil uitbouwen. En het concept past heel mooi bij ons frameconcept. Technisch toch een aantal afwijkende details. Met wat voordelen voor de bereider. Dat past mooi bij ons frameconcept. En voor de duidelijkheid, wat is de website waar mensen jullie kunnen bezoeken? www.dmpbikes.nl. Oké, nog maar een keer. dmpbikes.nl. Okay. Dat staat ook nog op. Nou, dankjewel. Succes. Graag gedaan. Dankjewel.